Want deze persoon die heeft dus gewoon een aanrijding gehad. Die rijdt daarna gewoon door. Dat lijkt me niet de bedoeling. En het is deze auto. Die wordt gelijk goed ingebokst. Hé, ik word gewoon geholpen door een burger. Wat is dit dan? Welkom kijkers, we hebben een nieuwe GTA 5 video met vandaag weer een nieuwe politiepatrol hier dus op GTA 5 met ook weer een nieuwe auto. Weer een veel aangevraagde auto door jullie kijkers. Ik heb natuurlijk al een keertje een patrol gedaan in een Tesla Model S, in een Tesla Roadster. En tot slot kan er natuurlijk dan eentje niet ontbreken. En dan heb ik het niet over de Model 3, maar over die hele grote auto met heel veel plekken erin. De David Dobrik Mobiel, zo zie ik het eigenlijk. Namelijk de Tesla Model S. Kijk eens eventjes hier in-game. Natuurlijk weer daarvoor eventjes een dikke shout-out naar Ido. Zijn linkje kan je vinden in de beschrijving. Hij heeft deze auto namelijk helemaal geskind. He, dus het 3D-model heeft hij omgebouwd tot Nederlandse politieauto. En dat heeft hij gewoon weer super sick gedaan. Witte bekleding, wit met zwart eigenlijk. Een soort van combi-bekleding. Ja, het ziet er gewoon heel dik uit natuurlijk ook met de vleugeldeuren. Dat wil ik jullie eigenlijk ook wel even laten zien. Alleen zit wel één nadeeltje aan, die ga ik jullie zo meteen vertellen. Maar als het goed is, kunnen wij hier naar... Zo, dat was even zoeken, maar ik heb het gevonden. Aanhouden wind zeggen ze wel eens. Hier kan je als het goed is de deuren open doen. Even kijken hoor. Open right rear door, komt die aan. Kijk, hoppakee, de vleugeldeuren, ze werken. Super sick, right? Kijk eens eventjes. En dan kan ik hem als het goed is ook weer sluiten. Ja. En ik kan die andere dan ook nog even openen natuurlijk. Hoppakee. Ook die werkt. En ik zei al, er zit wel een nadeeltje aan verbonden. En dat nadeeltje, dat is eigenlijk best wel een groot nadeeltje. Namelijk dat ik geen persoon erin kan vervoeren. Want die animatie dus van dat die deuren zo open gaan, dat trekt GTA eigenlijk niet heel erg. Dus als een normale civiel, een normale burger die deur open wil doen, of ik, dan werkt dat niet. Dus dat is wel erg jammer. Ik kan vandaag geen arrestanten met me meenemen. Verder heeft het wel helemaal de performance van een Model X. En dan wel natuurlijk de P100D. Of dit is dan de P90D. In ieder geval de performance versie dus. We gaan een eerste melding starten. Er zou trouwens iets mis moeten zijn met deze truck. Want hij appeert op mijn map als een wit stipje. Omdat er zoveel troep uit die truck komt ofzo. Is dat het idee? Nou ja, niet heel boeiend dus. Suspicious vehicle. Okay. Wanted suspect on the run. Kijk, dat is gelijk een hele leuke. We gaan erheen. Oh, zo. Oh, hij heeft al heel veel kracht, die auto. Dat had ik niet zien aankomen. Kijk even hoe snel die gaat. En hij maakt motorgeluid. Dat is ook wel een klein foutje. Ja, dat kunnen we wel een klein foutje noemen. Het is een elektrische auto en hij maakt motorgeluid. Die vind ik bijzonder. Dat is Ido vergeten. Maar goed, maakt niet uit. Hé, Ido, foutje kan iedereen maken. Oh, hij loopt daar. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Alright. Goos, nee, je gaat niet in je auto. Nee, nee. Heel goed. Dat dacht ik dus even niet. Ik ben blij dat ik op die manier het heb kunnen voorkomen. Hoppakee, we rijden hem toch een soort van plat. Maar niet heel hard. Handen omhoog. Nee, hij boekt hem gewoon. Fuck. Hij is gewoon bij Henkie's huis. Kijk dan, we zijn gewoon bij Henkie's huis ineens. Meneer, staan blijven. Kom op. Geen grappen. Ik denk dat dit net te ver is om hem te tasen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dit is net te ver. Misschien blijft hij ergens haken of zo. Kan ik net wat meters inlopen. Ja, op een creatieve manier lukt me dat redelijk. Yes, hoppakee. Zo, handen omhoog. Dit spelletje is voorbij. Inderdaad, op de grond. Op de grond, juist. Heel goed. Goed. Nou, deze guy werd gezocht door de politie. Ik had nog helemaal geen omschrijving gekregen van meneer. Maar eigenlijk was het al vrij duidelijk, toch? We kunnen zelfs nog even met hem praten. Dat wil ik eigenlijk wel doen. Oh, call air unit, speak with subject. Nee, ik wil wel met hem praten. Why did you run? It just makes the situation worse. Ja, ik wil dat weten. Man, I just didn't want to go back to the slammer. Oké. Okay. As you run. Dat is het. Why did you... Oké, okay. Oh, er komt nog wat aan achteraan. Oké. Okay. Goed. Sure. Sure, dude. We gaan hem wel even door het politiesysteem gooien. Om te kijken of... Ja, I know. Too late to get back now, though. Ja, dat is zeker weten waar. We gaan hem even door het politiesysteem gooien om te kijken of dit inderdaad daadwerkelijk de guy is die we zoeken. Of dat dit gewoon een random gozer is die gaat wegrennen voor de politie. Als soort van distraction. Hé, ja, dat is even doordenken, hè. Stel nou, wij zijn hier aangekomen, rijden als politie zijn en de guy die we echt zoeken... Die zei, yo gast, ga jij even wegrennen? Dan pakken ze jou misschien. Zodat ik ermee wegkom. Dus dat wil ik eventjes uitgesloten hebben. Als het kan tenminste. We hebben... Ik kreeg op een moment kreeg ik zijn ID, toch?
Hoe heet hij nou ook weer? George Carsona. Kijk, komen we er alsnog achter. Dus George Carsona. Dus even, ik spreek het expres raar uit, zodat ik het onthoud. George Carsona. George Carsona. There you go. Ik weet natuurlijk dat je het dus uitspreekt. Dus George Carsona. Ja, subject is wanted by the police. Oké, we hebben het even gedubbelcheckt. En het klopt. Deze guy wordt gezocht door de politie. Goed, dan... ja, kijk, ik vond het toch wel even goed om die check-up te doen. Zeker met het oog op dat we af en toe ook wel wat realistische meldingen neer proberen te zetten in ieder geval. Ik denk dat dit wel een goede check was. Wij halen dan een local transport unit erbij. Hartstikke ideetje. Die mag meneer gaan ophalen en dan kunnen wij weer met vervolg gaan van onze dienst. Goed, einde melding. De zwaailampen kunnen uit en dan gaan wij een nieuwe melding starten. Vehicle hit and run. Een 911 report. Vehicle hit and run. Wat is dit ook alweer? Een hit and run. Is dat niet dat er gewoon een aanrijding is geweest en dat persoon door is gereden? Is dat het niet? Volgens mij wel. Volgens mij is dat wat het is. Car accident. Victims report the other driver. Kut, heb ik het niet gelezen. Oké, hier is het. Hier is het. Ja, ik zet hier even mijn auto neer. Hut. Nou, snel naar mijn vrouw toe. Zo, die auto ziet er helemaal kapot uit. What's up? Speak of subjects. Speak with Jennifer Hickey. What's going on here? Are you okay? Ja, gaat het wel goed met haar? Dat is wel belangrijk. I'm okay. Someone hit my car and when I got out, they drove off. Oh, okay. Dus dat is wat ik al dacht. Aanrijding en meneer of mevrouw is doorgereden. I gave the 911 lady the license number, but it was so fast I don't recall any details. I'm sorry. Can I leave? ANPR has located a vehicle matching the license given to us. Dismiss victim and respond to code 3. Okay, dismiss. Yo, later. Later. We hebben een ANPR hit gekregen. En de auto is verderop. Pas op. Oeh, dat werd bijna weer een ongeluk. Maar het ging goed. Okay, goed. We hebben dus met onze ANPR camera's hebben wij het opgegeven kentekenplaatje. Hebben wij voorbij zien komen op de weg. En daar gaan we nu natuurlijk even naartoe. Want deze persoon die heeft dus gewoon een aanrijding gehad. En die rijdt daarna gewoon door. Dat lijkt me niet de bedoeling. En het is deze auto. Die wordt gelijk goed ingeboxd. Hey! Ik word gewoon geholpen door een burger. Wat is dit dan? Ja, dacht het niet. Dacht het niet. Hoppakee. Je hebt gewoon verloren door die burger. Ja. Hoppakee. Oh, ze gaan er allebei vandoor. Op de weg. Oké, ik heb hier patrouilles nodig. En snel ook. Oh, damn. Dit gaat helemaal fout. Jij neer. En jij ook. Hoppakee. Oké. Staan blijven, handen omhoog. Ja, daar zet het ook handen omhoog. Oké, goed. Politie is onderweg. Holy damn, wat was dit een vette melding, hè? Die burger die verdient een medaille. Echt waar. Die burger daar verderop die verdient echt een medaille. Mijn politie, of mijn collega's, die nemen het over voor die arrestanten. Helemaal goed. Top, joh. Zo, deze is vet, man. Als het goed is, kan ik haar wel plaatsen in deze Touran. Ook al is het niet mijn auto. Ja, kijk. Alsjeblieft. Ga jij maar met mijn collega mee. Dag, hoor. Ja, inderdaad. Tot ziens. Helemaal goed. Collega, hij, of zij, excuus, zit in deze auto. Oké. Ik denk dat ze in dezelfde auto geplaatst gaan worden. Want volgens mij is die dienstauto van deze collega. Dus dat komt helemaal goed. Gaan ze samen in één auto. Laten we deze auto wel nog natuurlijk eventjes wegslepen. Een Infernus, mooie auto. Want die kan hier natuurlijk niet zo op de weg blijven staan. Dat lijkt me logisch. Dus wij bellen even een tow truck voor deze Infernus. Goed. Hoppakee. Trouwens, is het u al opgevallen dat hij ook royalistic kentekenplaat heeft? Deze auto. Ja. Hoe vet wil je het hebben? Ik zet mijn sirene wel even uit, want jullie worden waarschijnlijk doof. Including me. Ik word er ook doof van. We enden de melding. En dan kan ik hier volgens mij ergens omdraaien, toch? Ja. Ja, want volgens mij ga je via het gedeelte waar ik nu ben helemaal de andere kant op. En dat willen we niet. Felony stop. Shots fired. Shots fired at an officer. Code 99. Code, iedereen moet responden. Oftewel, de emergency button is ingedrukt. We kunnen hier een mooie off-route nemen. Oké. Of een off-road route, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Zo. Dat is lekker aan die Model X. Die kan wel een stootje hebben. Het is gewoon een SUV natuurlijk. Waar is het? Oh, het is hierboven. Is het onder controle? Nou, hij loopt hierboven. Kut, hoe kan ik hierbij helpen dan? Shit! Kan ik
Kan ik hier ergens naar boven? Hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier? Ik ben aan het zoeken. Oh, daar. Via daar. Via FDR. Ja. Zo, ik moet echt helemaal omrijden voor deze pauperzooi. Nee, je gewoon niet. Ja. Het was heel slecht aangegeven op mijn minimap. Alright. Hier is het. Boom. Oh, nog iemand. Oh! Gast. Oh mijn god, mijn poppetje, jongen. Oh. Alright, die andere had ik plat gereden. Politieagent is dood. Holy damn, wat een crime scene hier. Snel ambulance deze kant op. Control units, alles. Om dit een beetje onder controle te krijgen. Want wat een chaos hier. Wow, corona surfs deze kant op. Wow. Ik heb heel veel politie geroepen. Zo, ik kom even in de Lambo aanzetten. Morgen. Morgen. Corona services ter plaatse. Ja, ik heb vooral zoveel backup geroepen zodat zij een beetje de shit kunnen afzetten hier. Want hier kan natuurlijk nu niet veilig gewerkt worden met al die lijken op de weg, gekkigheid. Dus nou ja, vandaar al de collega's dat ik ze er even bij heb geroepen. Oké, wij kunnen door. Ik kan de melding enden. En dan gaan we weer een melding doen. Deze was heel vet ook weer. Person from Amber Alert spotted. Een Amber Alert? What the hell? Er is dus iemand herkend van waar zeg maar ooit een Amber Alert voor is uitgestuurd. Volgens mij is een Amber Alert weer een term. Ik heb het wel eens gehoord. Alleen ik weet niet specifiek wat het is. Maar volgens mij is dus een Amber Alert is gewoon gezochte personen. Gewoon gezochte personen. En hij zou dus herkend moeten zijn. Oh, what the hell? Huh? Hij gooit gewoon een persoon uit de auto. Wow, what the fuck is dat dan weer? Hij gooide letterlijk iemand uit de auto. What? Oké, we hebben dus weer een achtervolging. Oké, dan. Wow, ik zit nu met zoveel vragen. Hij gooit letterlijk een persoon uit zijn auto. Ambulance is daar nog steeds bezig. Het is hier weer super hectisch. Allemaal. Alright, waar gaat hij heen? Kunnen we hem klem rijden misschien? Even kijken. Ik kan hem afsnijden hier. Oké. Ja, er rijdt ook politie voor ons. Helemaal goed. Oh, jammer. Goed zo. Goeie blok. Goeie blok. Ook een Model X. Kijk eens eventjes. Boom. Oh, die was goed. Oké, dat was een goede hit. Kijk eens. Hij is daardoor gecrashed. Hij is gecrashed. Ja. Oh, lekker. Kijk. Die banden zijn lek. Bumper ligt eraf. Nog meer politie erbij. Oh, zo lekker gek. Bam. Tegen de paal aan. The suspect has fucking crashed. Dat zeg je goed. Hier. Uit je auto. Pof. Op je bek. Hier, gek. Hier, handen omhoog. Handen omhoog. Wow. Waarschuwingsschoten. Ja, ze geeft er geen reet om. Okay. Ja, dit mag ik echt niet doen. Ik mag echt niet in de vuurlijn, of in dezelfde vuurlijn als waar mijn collega's lopen. Dan mag ik echt niet schieten. Dat is veel te gevaarlijk. Alright. Ik doe het zo. Ja, ja. Loop maar recht in de armen. Zo! Nee, joh! Zo, die kreeg een knoepert! Zo! Oké dan. Zo, die was er helemaal klaar mee, joh. Die kreeg een knal. Die kreeg een klap voor de kanus. Kennen jullie die meneer? Met morsen. Hè, als je kan morsen met 5 lijnen, 2, 3 strepen of iets. Nou ja, je moet het kennen. De meme is leuk. Het is een interviewtje geweest van Dennis Schouten met een meneer. En die is radiozendmastamateur of iets dergelijks. Helemaal goud, zoek maar op. Helemaal goud. Goed, wij gaan door. Reports of a motor vehicle accident. Ja, sure. Ik bedoel, we doen eigenlijk alleen maar achtervolgingen en allemaal dat soort gekke shit. Heftige melding in ieder geval. En dan is het ook wel eens leuk om... Nou, dit is ook een heftige melding. Ik bedoel, misschien is die gozer wel gewoon de pijp uit door dat motorongeluk. Maar in ieder geval meer, ja,
echt op de crime scene helpen. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Of ja, crime scene is daar niet echt. Het voorkomt allemaal weer goed, hè. Jeetje, echt niet normaal. Nee, op de plek waar het ongeluk heeft plaatsgevonden, om daar dan te assisteren. Dat is ook wel lachen. Dus ik heb gewoon mijn blauw-blauw aanstaan. Ik rij wel gewoon GTA-stijl door die hele paupermap heen. Maar ja, hè, dat gaat me op zich wel redelijk af, want ik rij vaker in GTA. Dus dat komt goed. Plus, deze auto rijdt wel echt lekker, hè, die Model X. Holy damn, hij rijdt echt goed. Die Model S vond ik al heel chill. Weet je nog, die Model S? Daar ga ik ook nog vaker surveillance mee draaien. Maar ik moet zeggen, die Model X, die mag er ook wel zijn. Alleen een groot voordeel met de Model S ten opzichte van de Model X is dat de Model S, daar konden wel mensen achterin. Dus daar kon ik wel arrestanten meenemen. Zo. Hey joh, ze gaan met elkaar op de vuist. Oh, wat een gekkigheid. Wacht. Knuppel. Stop met vechten. Stop met vechten. Nee. Stop. Jij ook. Jij ook stoppen. Hoppakee. Zeg me niet iets nu. Hallo, leeft u nog? Nee? Leeft u nog? Eén poffert met de knuppel en jullie zijn serieus dood, ja? We have an ambulance requested. Okay. In Vinewood. Nou, ja, ik moest ze stoppen en dat doet de politie ook gewoon met de politieknuppel. Als jij aan het vechten bent en de politie komt erbij en ze zeggen stop met vechten, dan pakken ze je of gewoon bij je nek en dan lig je heel gauw op de grond. Of ze pakken hun knuppel en ze gaan met knuppels mappen. Dat weten jullie ook. Dus dat, zo heb ik gehandeld. Ik heb voor mijn gevoel juist gehandeld. Alleen blijkbaar heb ik ze cruciale tikken uitgedeeld. Denk ik. Nou, we hebben een Spaanse ambulance meneer erbij. Helemaal goed. We bellen sowieso dan voor de zekerheid de corona service alvast. Vooral als ze echt de pijp uit zijn. En een tow truck voor deze auto. Oh man, this is not good, zeggen ze. Oh shit. Nou, misschien staan ze nog op hoor. Het lijkt me wel. Ik bedoel, ze hebben één klein tikkie gehad. Ik mag toch hopen dat ze gewoon knock-out zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, dus ik blijf even wachten. Ik ben echt benieuwd. Kijk dan even, hè. Super vet ook met die Nederlandse ambulance. Ja! Ja, ja, ja! Oké. Okay. Zij heeft gewoon even een poffert gehad, maar zij staat weer op. Oké, okay. En die guy dan? Nee, hij is gone? Damn. Oké. Okay. Hey, ja, ik bel wel even dan nog collega's deze kant op, want... Ja, want wat gaan we nou met haar doen? Als die guy nu echt dood is, ben ik dan schuldig of is zij dan schuldig? Interessant, mijn collega's mogen het uitzoeken. Ik ben weg. Amadir, voor een nieuwe melding. Eerst enden we dan deze. Nou, mijn nieuwe melding. Bicycle on the freeway? What? Oh, die is echt helemaal aan de andere kant van de map. Dat gaan we dus even niet doen. Ambulance request, police escort. Leuk, maar niet voor mij weggelegd. Prisoner escape transport. What? There's no way! Waar is die? Volgens mij. Oké, wacht. Ja, ja, ja. Ik ga nu iets heel erg niet politieachtigs doen. Maar het scheelt wel heel veel tijd. There you go! Woehoehoe! Alright. Want hij zit hier om de hoek. Een prisoner escape, hé. Gewoon een ontsnapte gevangene. Kijk, 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 daar gaat hij, daar gaat hij. Oh, hij heeft hem ook gewoon gekild. Oh, hij heeft een gun, hij heeft een gun. Wat de hel? Wat de hel? Politie geroepen. Wow, 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 wow. Gaat hij serieus die auto jatten? Nee, hè? Oké, okay, wacht. Ik denk... Ja, ik weet echt wel zeker. Pof. Alright, als hij opstaat... Handen omhoog! Handen omhoog! Wapen laten vallen! Hij is al afgeschoten door mijn collega's daar. En terecht ook. Wow. Wow. Alright, met getrokken wapen lopen we erop af. Secure the kill, secure the kill. Nee, gaan we niet doen. Ik wil hem eigenlijk door zijn kop schieten. Maar nee, dat gaat dan wel weer een beetje ver. Damn! Wat een vette melding, hè. Gewoon een ontsnapte gevangene guy. What the hell? Dat is wel heel ziek. Die melding hebben we nog nooit eerder gehad, volgens mij ook. Goed, ambulance komt deze kant op natuurlijk. Ook al weten we eigenlijk wel zeker dat deze gozer mors dood is. Maar toch, we laten er even naar kijken. En ik wil dan een corona service, want ik weet eigenlijk dus wel zeker, zoals gezegd, dat deze gozer gewoon de pijp uit is. En daar komt er dus een busje voor forensisch onderzoek, foto's worden gemaakt. Hij wordt gestopt in een bodybag. En dan wordt het zo, het soortje afgedaan. Trouwens... Niet te vergeten dat mijn collega hier gewoon is afgeknald. Ja, kijk dan even. Hier is mijn collega gewoon afgeschoten.
Wat gekkigheid. Voor een hotel zo te zien. Hé, hey, oude pikkenbaas. Gaat alles nog goed? Volgens mij niet, hè? Ik bel ook even voor jou een corona service. En ik bel voor jou ook nog even een ambulance. Want dit ziet er niet goed uit. Het ziet er echt niet goed uit. Ja. Oh, kijk. Goed, de ambulance is er al. Fix hem. Hopelijk kunnen ze er nog wat mee. OVDG. Weet u waar het voor staat? Opperbevelvoerder. Iets. Opperbevelvoerder. Nog wat eens. Opperbevelvoerder. Nou, nog iets. Nee, we didn't get here in time. Helaas, hij is de pijp uit. Dat is jammer. Maar ja, daar kan ik helaas ook niet heel veel veranderen. Daar is gewoon echt iets goed misgegaan. Goed, zonnetje gaat bijna onder. Maar wij gaan nog even lekker een melding doen. 911 report, person being held at gunpoint. Oké, dan moeten we hier echt heel sneaky aankomen rijden. Er wordt letterlijk iemand onder schot gehouden. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Cause of death appears to be a firearm, oké. Dat is nog van die andere melding. Dus wat ik ga doen. Ik ga hier mijn auto neerzetten. Ik heb die Uzi ook nog bij me. Ja, die gaan we natuurlijk niet gebruiken. Daar is het. Oh, daar. Oké, wat is daar gaande? Ik ben expres op afstand. Ga ik naderen. Vanaf afstand. Omdat ik dit wil fixen. Nee, ik ga er niet schreeuwen. Oké. Politie rijdt ook gewoon voorbij. Wat are the cops doing here? Shit. Oh, ze rennen weg. Oké, ze rennen weg. Maar zij heeft wel een shotgun. Wow. Oké. Pak even zoveel in de auto. Aan de kant, vriend. Hij start niet. Nee joh, hij start niet. Ik dacht, pak ik even die zoveel in de auto. Ja, top. Laat mij maar, geef mij die auto maar. Is er eentje dood? Hoe dan? Nee, ze zijn allebei daar nog. Wie had die shotgun? Die is het gevaarlijkst. Volgens mij loopt die hier. Oh, ja, daar. Ja, die heeft een wapen. Kijk. Boom. Alright. Je krijgt één kans. Wapen laten vallen. In zijn been. Hoppakee, zijn knieschijven zijn helemaal kapot. Wow! Oké, die hebben we. Waar is die andere heen? Die andere loopt daar volgens mij nog ergens. Ja, die loopt er nog. Alright, gaat hij het skatepark in? Nee, daar liep ze met de shotgun, zie je dat? Hoppakee, neer. Wapen laten vallen! Zo. Hoppakee, klaar. Ik ga niet weer het risico nemen. Die andere guy draaide ook onverwachts in één keer om. En toen was het bijna mijn einde. Dus als het dan de keuze is of hij slash zij of ik, dan is de keuze makkelijk gemaakt. Ambulance deze kant op, doe maar twee trouwens. Gekkigheid hier weer en een corona service om het lijk op te halen. Om de body mee te nemen in een bodybag. Je kent het verhaaltje wel. Zo, dit was een hele bijzondere melding. Dit was een hele bijzondere melding. Leuk feitje, dit is niet mijn auto. Dit is de auto van een collega van mij. Maar ja, boeien. Now it's mine. Zo, die vet. Lampen stonden fel, hé. Dat is zo goed. Of zo? Ik denk zo. Damn, echt hele felle lampen. Goed, deze melding enden wij natuurlijk. Doen we nog even één laatste melding. Robbery at Humane Labs. Die hebben we al vaker gehad. Killer clown. Wat? Een killer clown? Wow, dat doet me denken aan een paar jaar geleden. Toen er nog killer clown hype was in Nederland. Zo, deze gaat een stuk slomer, hè, deze Tesla. Dit is duidelijk niet de performance. Wat? Dit is heel duidelijk niet de performance. En heel duidelijk een benzine variant van een Model X. Oké, het zal. Heel bijzonder. Ja, ik had een hele snelle dan. Overduidelijk. Collega, die komt echt even in de beuna's versie ervan aanzetten. Nou ja, so be it. Even kijken. Wij gaan deze kant op. Hoppakee. Dat was per ongeluk de auto. Dat was niet de bedoeling. Killer clown zou hier ergens moeten zijn.
Tenminste, een melding van de killerclown. Zou je net zien, hè? Dat loopt hier beneden waarschijnlijk. Mag ik het gokken? Dat hij hier naar beneden loopt. Wat super irritant zou zijn, want dan moeten we dus naar beneden toe. Wow! Wow! What the fuck? Oh, dat is die kinderclown, daar loopt hij! Wow! Doei! Pauperd. Was het ook echt een clown? Wow, het was echt een kinderclown. Wat een zieke melding, hé. Oh, hij schoot nog. Huh? Nou ja, we hebben hem in ieder geval. Wauw, dat was een hele lijpmelding. Ik dacht dat hij beneden liep. Ik was volledig gefocust op beneden. Staat hij hier dus wel. En kostte het bijna mijn kop. Goed, ook voor deze meneer dan maar een corona service. Beste kijkers, het was een lange dienst. Een hele leuke dienst. Helaas zaten er dus wel een paar kleine foutjes in. Hopelijk nemen jullie die voor lief. Namelijk bijvoorbeeld dus dat de auto geluid maakt terwijl het een elektrische auto is. Hopelijk konden jullie daar een beetje doorheen kijken. Volgende keer als ik met een Tesla op pad ga, dus mocht het nou de Model S zijn, de Model X of in de toekomst misschien nog wel de Model 3 of Model Y. Laat dat sowieso weten in de reacties en dan zorgen wij er sowieso voor dat hij gewoon geen geluid maakt. Zoals alle vorige Teslas ook gewoon hebben gedaan. Het Roadster heb je trouwens ook nog, hè? Helemaal top. In ieder geval, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken deze LSPFAR video. Vond je hem nou leuk? Dus zeker weten natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan zie ik je hopelijk morgen om 4:30 weer terug bij weer een nieuwe video. Laters!